Maandagavond, daar wil ik even speciaal op wijzen. Een mooie Fox Sports doc over Memphis de Genesis. We hebben natuurlijk veel gezegd al de afgelopen jaren, maanden over Memphis, ook bij jullie. Maar ik zou toch maandagavond even gaan kijken, want dan krijg je misschien een iets wat ander beeld van Memphis. I just got a smile on my face to see the kids so happy. In de documentaire Memphis, The Genesis, zie je Memphis zoals je hem nooit eerder zag. En de verklaring voor zijn bijzondere manier van juichen. I don't want to come here for 5 days, make kids smile and happy and then leave and never come back. You should just love each other as brothers and sisters and make the world a better place. Memphis, The Genesis, maandag om 8 uur. Ja, maandagavond is dus de première van die documentaire. En het is in ieder geval dus toch een iets wat ander verhaal dan dat van Cristiano Ronaldo, denk ik. Ja, je maakt er een netjes bruggetje van wat dat betreft, Pascal, hè? Ja, ja, het is toch lastig, zoals jullie begonnen, om dan weer een beetje serieus... Ja, je moet je voorstellen, we komen net uit het damesvoetbal, allemaal jeugdige kijkers. Wij hebben ook zitten kijken, ja. Ja. Hoe laat is het inmiddels? Nou, dat kan wel, toch? Ja, nou, het kan net, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, we zaten op niveau. Bedankt, Pascal, daarvoor. Graag gedaan. Ja. Ja. Memphis maandagavond, ik ben heel benieuwd. Ik word heel moe van meneer Memphis. Ja, die indruk heb ik wel eens bij jou. Dus plotseling het geweten van de hele wereld, die gaat Afrika redden. Ja, maar die jongen doet wel iets met zijn bekendheid en zijn mogelijkheden, toch? Ja. Dat is ook bijzonder. Ja, laat hem eerst eens proberen een basisspeler te worden bij Lyon. Nou, Jan, jij zei van de week, hij is wel belangrijk. Hij is ingekomen, hij maakte het verschil. Zonder 2-0 achter, hè? Ja, 2-2 was het nog. Ja, hij kwam erin, hij maakte het verschil. Ja. Maar waarom stond hij er niet in? Die trainer is dan blijkbaar toch niet zo tevreden over. Nee, hij zei, hij maakt die trainer na afloop van de wedstrijd, ja, hij maakte verschil. Hij zorgde dat we terugkwamen. Dan stak dat op die... Maar het blijft wel een jongen die met heel veel talent tot op heden lang niet alles uit zijn talent gehaald heeft. De laatste jaren ontwikkelt hij zich wel, vind ik, toch? Ja. Vind je niet? Ja, hij beter dan bij Manchester United, inderdaad. Ja, dus in als je hem zo ziet zitten bij De Wereld Draait Door, dan... Hij worstelt wel. Hij worstelt met zijn identiteit. Met zijn identiteit. En weet je, en ook dat is natuurlijk ook helemaal nieuw. Kijk, ik bedoel, ik zit nergens op. Maar dat hele social media ook, weet je wel. Dat soort gasten denken echt dat de hele wereld 24 uur per dag met hun bezig is, joh. Maar dat is niet waar. Nee, maar je hebt een continu raam eigenlijk naar de buitenwereld. Hè? Ja. Doordat je de hele tijd die dingen kan doen. Dus blijkbaar staat zo'n jongen ook de hele tijd aan dan. Ja. Dat maakt het maar wat jij zegt, als ik hem zo zie zitten... Ik meen het, ik denk dat het een aardig ventje is. Denk ik ook namelijk. Ik denk dat het een aardig gozertje is. Maar het is wel... Je ziet hem wel... Weet je, het is wel worstelen geblazen. Ja. Weet je, en Kief deed dat met coke en hij doet dat met zichzelf een beetje, weet je wel. Die worsteling, ja. Dat is wel goedkoper met jezelf. Ja, met jezelf weet je worstelen. Ja. Maar kijk... Wat jij zegt, weet je wel, hij heeft verleden jaar volgens mij gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Meer dan 20 doelpunten, veel assists gemaakt. Dus, ja, tuurlijk. Ja. Man. En hij kan voor Nederland zelf hartstikke belangrijk zijn. Ja, maar wat zeker. Je zegt, dat evenwicht, dat is hij nog een beetje volgens mij aan het zoeken allemaal. Ja. Nou, wie is zijn zaakwaarnemer? Geen idee, Johan, echt niet. Ik zit ook even te denken wie dat is, zo gezegd. Want die zou in dit verhaal natuurlijk een rol moeten spelen. Ja. Door bepaalde dingen wel en niet te laten doen. Maar die zal wel vooral willen cashen. Dat zijn er niet veel, hè? Die spelen begeleiden en zo. Nee. Maar ik geloof zeker dat zo'n jongen daar in dat Ghana... Of Ghana, hè, was die? Ik geloof het wel, ja. Dat hij daar met die school voor doven en blinden... Dat gewoon voor hem dat niet iets is van... Kijk, mij eens bezig zijn. Nee. Maar... Ja, weet je, ja. Zo'n hele film erover, ja, voor mij hoeft het niet. Weet je, er zijn zat mensen die iets doen voor de wereld. Dat hoef je niet... Zonder dat het op een film is. Ja, zonder dat het op een film staat, ja. Hey joh, abonneer even.